vind het toch zwaar. Ik vind het namelijk veel zwaarder dan de eerste zwangerschap. Ik heb bijvoorbeeld last van mijn bekken. Ja, ik kan daardoor dus niet heel erg lang lopen. Sjouwen, dat zit er allemaal niet meer in. Gewoon toch een beetje lomp. Ja, ik kan op een gegeven moment nu dus ook niet meer mijn schoenen aandoen, want die buik wordt zo groot. Ik moet nog 6 weken, dus ik moet je zeggen, de hele zwangerschap is ook wel voor mijn gevoel heel snel gegaan. Ik ben er ook wel aan toe dat ze komt straks, ja. Steeds vragen, Leroy, wil je me helpen? Het geestige is als mensen aan hem vragen van, ja, vind je het niet heel erg spannend? Ben je niet nerveus voor als de baby straks komt? Dan zegt hij heel relaxed, nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb toch het idee dat hij onderliggend toch gespannen is. Hij vroeg ook tijdens de verloskundige afspraak hoeveel mensen mogen er zeg maar naar binnen. Want ik zou het toch wel fijn vinden als ik het niet meer weet dat Erika ook de kamer in mag. Nu sinds een dag of 4 eindelijk de kinderkamer ingericht. Dus ik merkte ook wel aan dat hij toen ook dacht van, oh ja, straks komt ze echt. Dat is het, dan besef je het opeens wat beter. Zij hebben heel erg het idee dat het eerder komt. Ja, toen Claire net geboren was, nou, mijn vader was niet uit die winkelstraat weg te halen met dat kind. Hele dag met die kinderwagen, weet je wel. En dan zei iedereen natuurlijk, oh, is het geboren? Dus ik denk dat hij heel erg met haar gaat showen. Claire is er heel erg mee bezig dat er straks een zusje komt. Ja, die heeft het ook steeds over het zusje. Mama straks in bad met het zusje. En dan zit ze op die auto, op die elektrische auto. En dan zit er dan een stoeltje naast. Ja, en dan het zusje hier. Dan zeg ik, ja, maar Claire, dat zusje kan helemaal nog niet überhaupt het hoofd recht houden. Laat staan in een rijdend autootje zitten. Ja, dat snapt ze natuurlijk dan niet. Daar kijkt ze onwijs naar uit. Ik weet nogal dat toen Claire geboren werd, toen durfde Montana haar een aantal weken niet op te tillen. Want die vond dat zo eng, zo'n fragiel kindje. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu gaat. Maar die vindt dat natuurlijk ook enig. Ja, die is ook onwijs gek op Claire. En ja, die vindt dat heerlijk. Maar zelf aan kinderen beginnen, nou, dat ziet zij echt nog niet zitten. Wat dat betreft is ze net mijn moeder. Want mijn moeder werd, toen zij 30 werd, toen dacht mijn moeder eigenlijk pas, nou, misschien is het wel leuk. Ja, dus die is daar helemaal nog niet mee bezig. Die denkt, die zegt ook altijd tegen mij, ja, ik vind het heel leuk hoor, Claire. Maar ja, het is ook wel weer lekker als je naar je moeder gaat.